er zijn niet zoveel glasblazers in Nederland. Eigenlijk geloof ik dat ik de enige ben die zijn eigen werkplek heeft. Dingen zijn wel veranderd, maar de essentie is precies hetzelfde gebleven. Ik laat zeggen, de glasmakerstoel, de blaaspijpen, de gereedschappen, die gebruikten ze 300 jaar geleden ook. Het is maar een hele kleine beperkte groep die het doet. En ik denk dat het ook altijd een hele beperkte groep is die het zal blijven doen. Nou, ik vind het best. Dan heb ik niet zoveel concurrentie. Blazé! Ik ben wel een beetje bezig met de eerste natuurwetten of zoiets. Want dat is wel een heel mooi, simpel beroep. Als je niet draait, dan valt het op de grond. Eerst een druppeltje glas. Je begint echt met helemaal niks. Dat vind ik eigenlijk wel het mooie van glasblazen. Dus ik kan hier 's ochtends binnenwandelen, pak een blaaspijp, stop hem in de oven en na 10 minuten heb ik een dingetje. Omdat ik zo onhandig was, maak ik nog steeds van die stomme dingen. En dat maakt mij blijkbaar heel bijzonder. Maar als ik een echt ambachtsman was geweest, dan was dit een hele andere werkplek geworden. Oh, hij is al gepast. Ah, kom maar. Oh shit. Hoop dat hij heel blijft. Het is een beetje misgegaan. En nou moet ik geduldig zijn en daar heb ik helemaal geen zin in. Het probleem is dat het glas eigenlijk altijd vloeibaar moet blijven. De bovenkant is een beetje grof afgebroken. En die probeer ik nou gewoon al smeltend weer een beetje op orde te krijgen. Alleen dat is een beetje lastig met zo'n rare vorm aan de pijp. Je hebt altijd een klein risico dat je de hele boel kapot slaat. Dan gaat dit ook mis. Oh, domme. Ah! Nou zeg, gaat hij hier weer verder. Draadje. Wat het mij brengt, nou wat het me in ieder geval wel gebracht heeft, dat ik tot mijn stomme verbazing, dat ik toch nog bijna elke dag met plezier naar mijn werk toe ga. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. En waarom? Ik begrijp er echt geen bal van. Eigenlijk wel grappig dit. Misschien wordt hij toch wel aardig als hij klaar is. En dat doe ik net alsof het zo bedoeld was.